zien in de trainingsport. We zeggen u nu al, het meest spectaculaire, de slidingstop, kunnen we hier door de omstandigheden van de grond niet doen. De ondergrond is gewoon veel te nat, waardoor het paard zich zal blesseren. En dat is nu eenmaal het teken van een groot paardenmens. Deze man die wil winnen, maar niet de kosten van het paard. U wil zagen de cirkels. Het paard kwam netjes terug van de grote naar de kleine cirkel. En dan gaan we in de turnaround. Nu geef ik ook even mee dat we hier niet de ruimte hebben om de paarden op te warmen. Dus deze komt eigenlijk buiten dat hij daar straks hier even nog in die kliniek mee gelopen heeft, komt eigenlijk koud uit de stad. En toch krijgt Greg, die trouwens vandaag voor het eerst met dit paard rijdt, kent dit paard helemaal niet en stapt op en kan die heel mooi op één hand rondsturen en kijk eens wat een mooie speed control hij daarop heeft. Hij komt in binnen en paard gaat dit terug naar een kleine cirkel. U ziet ook dat het paard wel wil stoppen.